Die loopt zich vast. Daardoor is er ruimte voor Babel. Babel breed snijden met open kans. Het is 2-0. In de 31ste minuut verdubbelt Wesley Sneijder de voorsprong voor Ajax. Leonardo gaat hier aan de wandel. Die loopt zich vast. Daardoor vindt Sneijder in één beweging Babel. Gaat Babel vervolgens buitenom en is Sneijder doorgelopen. En ziet dat hij ook tot zijn eigen verrassing helemaal vrij staat. Recht voor het doel van Timmer. Er zijn er zoveel bezig met Babel dat niemand Sneijder in de gaten houdt.